Het bijmengen zou met name gebeuren in de opslagtanks van Vopak en Argos in de Botlek. In de tanks wordt de stookolie continu warm gehouden. Door de hitte verdampen ook de giftige afvalstoffen en gaan door ventilatiepijpen de lucht in. De rest van de aangelengde stookolie wordt gewoon tegen marktprijzen als brandstof geleverd aan schepen. Leefbaar raadslid Reinier de Jong vindt dit soort illegale praktijken absoluut onaanvaardbaar. Ik vind het zo jammer dat wij ook hier weer gewoon de gezondheid van de mensen links laten liggen. Puur en alleen uit winstbejag. Terwijl dit bedrijven zijn waar je geen medelijden hoeft mee te hebben. Want die hebben geen enkele last van fluctuerende wereldeconomieën. Hier worden miljarden winsten gemaakt. De Jong heeft zijn informatie van klokkenluiders. Een risico. Want wie zegt dat zij de waarheid vertellen? Ik kan u vertellen dat ik op zeer hoog geschoold niveau en ook op zeer laag geschoold niveau, op alle niveaus, krijg ik exact dezelfde signalen binnen met nummers, rugnummers, alles erop en eraan. Dus die informatie neem ik serieus. Vopak en Argos Terminal, die de stookolie in opdracht van klanten opslaan, ontkennen met klem zich aan deze praktijken schuldig te maken. Wij zijn zelfs niet vergund om afval in te nemen of te behandelen. Onze functie in die keten is dat wij namens onze klanten producten opslaan en behandelen. En pertinent niet in de vergunning staat het innemen of behandelen van afval. Dus dat is niet waar. Hoe komt het dan toch dat het verteld wordt? Want dat wordt met stelligheid verteld. Kijk, blijkbaar gaan deze verhalen rond. Dus iedere inspectie of om dat uit de lucht te krijgen, vind ik welkom. Ja. Maar volgens de Jong controleert de overheid in de vorm van de DCMR en de inspectie leefomgeving en transport niet of onvoldoende. We mogen toch echt constateren, en nu ook na het hele Otfjell gebeuren, dat de controle van de overheid op de petrochemische industrie is dramatisch. En waarschijnlijk scheelt er ook nogal het een en ander aan de regelgeving. Nederland moet echt wakker worden, politiek Nederland.